words. Who are they? I am Michael Gordon. I am Michael Gordon. My name is Mark Stewart, and I play guitar in the ensemble. I'm Evan Zaborn, and I play the reeds, and I also write half the material. And my name is Todd Mills. I play violin and write none of the material. Thank you. And could you tell us something about the program you will be doing tomorrow? Which pieces will be done? We will do two short pieces, because we only have 1 minute. The first will be a piece called Payphone, which is a new piece which I just finished. And it's a very simple piece in the sense that it's just one thing for a while. And it's not that thing anymore, and that's when the piece is over. So it's sort of reflective of a certain kind of music that the group is interested in doing, which is about just creating a certain kind of sound texture or musical world and just kind of living in that world for a while. Yeah. The second piece is a piece of Michael's called Yo Shakespeare, which is a lot more evolved and is both cyclical and developmental. In that sense, it seems to have characteristics both of various types of traditional European concert music in the sense that it very much goes in a sort of dramatic, linear way. And at the same time, the types of things that happen work in a fashion more found more often in African music or Southeast Asian music, in the sense that it's really accrual of patterns. The music takes its dramatic shape. When you play with this group, is it always the same setup, or do you also invite, for instance, for pieces, you invite other musicians and work with them? Or are most pieces written specifically for that? The group has been in existence for over 10 years, and it's changed its instrumentation and its focus during that time. In the past, it was a sort of umbrella organization for whatever pieces Michael was working on. About 3 years ago, we decided we wanted to take it in a new direction and kind of hone in on a particular type of thing. The same group of people really worked with just these people and just developed that as far as it could go. It was also at that time that we decided to think of it more as a collective organization that was a vehicle for Michael's music. Yeah. You've also been very active in the Van Canyon Festival. And is it still necessary to organize Van Canyon in New York? Or have you a group of followers who also do their own festival now? In New York, I mean. Well, that's obviously where Michael's show. All of us have been involved in that as players and as composers. But I think that the impact of Banjo McCann, which is really not about a particular type of music, more about bringing music together, bringing a certain kind of commitment together, I think it's still necessary for that to exist because New York is very fragmentary and Banjo McCann is a place where all these things can come together. Yeah. Tomorrow there will be a piece of yours performed. Can you tell us something about how you compose? Well, for me, every time I finish a piece, I feel like I probably will never write another one because I can't imagine how I did it and I don't know how I'm going to start the next one. Generally, because I'm also very involved in performance, I find something that amuses me or intrigues me, and I just sort of watch it and let it grow. And as a result, I have no method other than that, other than to let the pieces take their own shape. And sometimes that takes a very long time. And that's a vague answer, but that's the best I can do. Yeah. And of course, your way of composing is influenced by who you write for. You write specifically for your kind of playing and probably your kind of playing as well. I mean, it influences the outcome of the composition. Oh, absolutely. Yeah. I mean, it's not as if you were writing for
know that it's a new orchestra or something. Right. And furthermore, they can answer this, but both Michael and I try to be very responsive, not just having them in mind when we write for this ensemble, but taking feedback from them in a direct way, to changing things, not just minor things, but major things about the way something is constructed to suit their... Yeah. Is it also conceivable that you would change a note, for instance, when if you would like it? I mean, you could just go that far? It's usually that question of luck. If it's physically... If he's written something for the instrument that is physically extremely difficult without its having an appreciable, positive quality, if there's an easier solution that will achieve the same result, I'll suggest it. If he does agree that this, in fact, would work just as well, then we'll change something. But there's rarely a note where I say, I don't like this note. I want a C-sharp instead of a D. I don't think that's ever happened. I'm not sure if it was the guitar chords or whatever, but they were that you playing in a different tuning or something like that. And there was some input about, from Mark at least, about what might sound better in that place. So there's a very equal exchange between everybody, but obviously the composer really has what he really wants to hear. Yeah. Usually with that, in these certain forms and more than that. But whenever Evan gives me a guitar part, it's always the same thing. He says, I'm pretty sure this can be done. Tell me if it can't be, and then we'll work it. And I think that's only happened once or twice where it was something that couldn't be done. Yeah. I had an interesting experience here last summer when Vagana Khan was playing here because we were playing a piece by Louis Andreessen, and it had a very difficult guitar part, and I worked very hard for a long time to be able to play that part. And he told me that he asked me if it was a... He said, it's obviously not impossible. I've been told it's impossible. I said, well, it's not impossible, but you wrote a very, very difficult part. Yeah. And my colleagues, Evan being one of them, heard that. And in a way, that was very nice because it made me feel good about my ability. But in the other way, it was not so nice because now he feels free to write something that's very, very difficult that people might see. He thinks he can get away with it. Yeah, but he's still very kind. He says, he does say, And are you also, you mostly work in New York, New York-based band, and I don't know that much about the group, but you play mostly your own music, but are you also sort of expanding your repertoire into asking other composers outside New York or outside America for pieces, or do you want to keep it for yourself? For this group, at this point, we're not looking for outside music. Yeah. We are playing all sorts of other situations. Where we play lots of. And certainly Mark and I and the band in the Can group, we're getting a huge influx of pieces, and that's a very stimulating thing. But right now, I think that for the Michael Gordon Philharmonic, we really want to sort of focus in on this very particular idea that we have about the style. Yeah. That may change in the future for the moment. And if, you often hear people who really like pop music or rock music or animal music, it's probably part of your, it's one of the ingredients of your group. And if we're talking pop music, what kind of things do you like that when you hear it, you think I'm going to do it as well? Or do you want to incorporate something on this? Well, it's interesting that there is, everyone talks about the joining of different traditions of music and different idioms of music. And it can be oftentimes a very two-dimensional discussion or result. I mean, you just kind of take funny little ingredients from and put them together, it doesn't always work. I think that the place, the most fertile ground for growth in that area is actually when we're rehearsing and we discover the conflict between the idioms, as opposed to just sitting around and everyone saying, oh, this is beautiful and this is beautiful, let's put them together and all will be beautiful in the garden. Yeah. Instead of spending that kind of time. And the thing I think we've discovered most is there are two things that fight each other from pop music and from the I'll call
a serious music tradition, you know, Western music tradition. And that is, and it's true, I would say, with other, certainly African-oriented things with rhythms, that there's this groove, that's the pop music, and then there's the very specific rendering of the score, which comes from the Western tradition. Yeah. And they don't work well together. Yeah. It's very difficult to have a heavy, heavy groove and still be very meticulous yeah. about your rendering of the score. And we've come up against that many times. And I think however we succeed in doing both ends up making the music work or not. And so I think it's more about solving the problems from the two different areas that when they come together. And so that's why I say, so when I hear pop music, I'm informed by the groove. Yeah. And when I hear the Western, I'm informed by that. And then the difficulty is having them both present. Yeah. Because we do music that is very groove-based, but also has all sorts of crazy polyrhythms and just ridiculous things that have to be, boom, you know, that land perfectly. At the same time, I'm supposed to be, you know, doing this thing. And the two are very difficult to do. So I try to be informed by, you know, the each. I mean, that's how I... It is a very difficult thing to combine. I mean, yes, it is. More or less complicated notes and something which is to do with notes and right. For, yeah. Well, and at this point, particularly Michael's music, Michael's interested in having two pulses going on at once that are different speeds that are not related in a simple way. Yeah. And in order to do that, requires a whole new way of thinking. It's new for any of us, yeah. And I don't. It's something that I haven't found in really any of the musical tradition. We give each other lots of things. And so that's as Mark says. That's the past. It's finding a way to keep the rigor with the groove. You're speaking of two different pulses, but are they correspond with two different sorts of music, or it still is the same music with two pulses? It's the same music. And of course there is a common denominator at some point, but it's just not, it's not a simple, like, two against three or three against four common denominator. It's not like Nankara or anything like that, but it's a step further beyond what we're normally trained to do, what we learn to think about. So it's been a learning experience in that way too, for all of us. You'll hear that in the second piece we do. Your Shakespeare is all about two separate pulses, at least two, sometimes three, four, and five. They go on through the whole piece? Yeah, at different times. They're not continuous through the pulse, and nobody's playing the pulse. I mean, we're all playing patterns within different pulses. Yeah. Why is it called Your Shakespeare? It was originally written for British group Icebreaker, which is of course named after the club here, Icebreaker. And I think it was a sort of, yo is a kind of very vernacular American slang for hello. So it was sort of a Michael in New York waving his greeting to Western culture in a very kind of jokingly Indian way. So, yo, Shakespeare. So what would the Michael Gordon group consider as their examples as far as groups is concerned? For in the past weeks, the group has molded itself. The early Philip Glass ensemble yeah. in the late 60s and early 70s is one that comes to mind. I would have to say absolutely nothing. I particularly have been involved in the past two or three years with starting up several different groups, and this was one that I was asked to play in. But in starting up my own very separate groups, I've really been happening on things that really are combinations and types of music and sort of ways of is organized, which really don't bear any resemblance to anybody in the future, and that's what I'm most interested in. That's one thing that's interesting about this band. Yes, it's minimal music, yes, there's a lot of repetition, yes, there's a strange instrumentation, which might have been, the lessons on also, but it just doesn't feel, the whole spirit of what's happening musically and communally
it's not possible for us to do that because I live in Boston, and Todd is often on the road with Steve Brighton, and Mark has other projects, and so we have to live with it. Yeah, we talk, we find the time when we can. It would be much better to be able to do it. Yeah, it's project oriented too. And hopefully that will change. Yeah. It would be nice to be able to go out there and play more concerts. As you know, the situation in America is not conducive to that. Oh, it was just one single cut in New York where you can play actually the kitchen. Mm-hmm. There's three or four. Yeah, the kitchen was left the manufacturer. Okay. Well, we did in the kitchen last year. That was very nice. Yeah. But just in terms of the support for this kind of work, it's non-existent. So it's very difficult. But is it just another question? When you speak about different pulses, do they have the same metronome? No. That's a more standard kind of polyphony. Yeah, literally different practical pulses, yes. So one is MM is 62, the other 82 or whatever. Yeah, usually a relationship. How can I guess it is? I mean, how is it written down? Well, it can be written, it can be, luckily at this point, most of the time it can be written in a common pulse, but just the emergent pulse, the emergent sound is in two different pulses. But sometimes that requires you to be playing eighth notes for a long period of time that start two thirds of the way through the beat. Other times it requires you to sort of play a long, for instance, a very simple one would be to have one person play something that works out to be steady dotted eighths, although it won't necessarily be steady. And the other person play something that works out to be steady quarter note triplets. That gives you a 9-8 relationship. So if you're playing those two things at once, you have one person playing 9 beats in the space of 8. And if they're playing autonomous figures that work out in those times, then you actually have two tempos going on at once in a 9-8. Yeah, but every tempo is a specific pitch or something. Yes, yeah. And specific. So it's not, I was thinking about the kind of idea like two different orchestra highs, like things. No. They have a very rigorous, strict relationship. Musical worlds related to a specific metronome tick. That's not what it is. No. Okay, right. No more than two? Sometimes? Yeah. At most five. We've tried to add 6 and 7, but we can't. The software is a well, there is a keyboard. He does that too. Yeah. That's true. He could use his nose. Well, we have to stop now because I have to phone another call. Okay. Yeah, thank you. Can you put a phone on the chair for the Stijn, ja. En we willen toch iets weten over jouw bijdrage morgen op de stem op de mooie concert. Ja. Dus we doen het even via de telefoon. Ja. Morgen wordt van jou gespeeld de naam van Groningen, een heel groot stuk is op de VPA live elektronica. Kan je iets vertellen over de titel? De naam der Polen? Ja. Ja, dat is staat uit een boek van Morgan Mailer. Zal ik dat eens voorlezen? Ja, dat is goed. Komt uit het boek Ancient Evening.
het citaat gaat als volgt. I did not know why I wished to go in, yet I did, and with all the certainty one knows when close to the borders of the gods, which is to say, close to those gods who are away within. Who can be so fortunate as to know their name? Dat is het citaat. Okay. Moet ik wel een vraag leggen? Ja, stel er nog iets meer over. Nee, ik zit hier helemaal ongelooflijk voor te kijken hoor. Hoezo, is dat zo? Nee, vertel nog een kleine toelichting dan. Ja, ik weet niet wat ik te veel van zeg. Het is een beetje anekdotisch, hè. Het is voor mij, zeg maar, ja, ik moet nog een raar zeggen. Ja, moet dat hele boek gaan maken. Nee, dat is zo niet. Een hele grote deel. Nee, daarom. Ja. En kan je dan iets vertellen over wat je werkt met die lexicon galmapparaat? Ja. Digitaal galmapparaat. Ja. Kan je iets vertellen over hoe dat idee is ontstaan en over het laten doorklinken van muzikale lagen in jouw stuk? Ja, ik zocht eigenlijk naar tonen die konden blijven liggen. En ik heb in het stuk wat ik daarvoor heb geschreven, het Grand Hotel, dat is voor piano solo, Gerard Barma's, daar gebruik ik het zogenaamde derde pedaal, wat op sommige grote vleugels zit, dan kan je één bepaald akkoord kan je laten doorklinken, terwijl de rest wat je speelt niet doorklinkt. Dat is eigenlijk dat idee dat ik verder uit wil werken. En dan kan je natuurlijk zeggen van, nou, ik heb een extra speler die op een synthesizer mee gaat spelen, maar dat vond ik geen eeuwige oplossing. Het leek mij leuker om iets te vinden waardoor beide pianisten dat toch op een andere manier, en het ligt dan voor de hand om bij de elektronica te komen, om op die manier dat we werk te hebben. Nee. Ik in mijn naïviteit dacht dat ze zoiets allemaal bestond. Nee. Maar dat was dus niet zo. Dus toen ben ik gaan zoeken. En dat was een hele lange weg. En uiteindelijk kwam ik dan terecht bij die galmkastjes. Ja, ja. En waarschijnlijk is het ook zo dat het is een speciaal geschreven voor het piano natuurlijk ook. Dat de manier waarop de galmkastjes gebruikt kunnen worden, zal wel zijn stempel hebben gedrukt op de manier waarop je ook geconfirmeerd hebt. De mogelijkheden van de kastjes. In relatie met wat je concentreert wil? Kijk, ik wilde ook weer niet allerlei rare elektronische poespas erbij aangaan. Ik wilde het zo gek mogelijk gebruiken. Dus echt als nagalminstrument. Ik ga dus niet het geluid nog eens extra verfraaien of zo. Dus het geluid dat je hoort is gewoon wat uit een kastje komt. En daar ben ik het eerst proefjes mee gaan maken en gaan kijken van hoe klinkt dat dan? En dat, ja, met dat in mijn hoofd ben ik het stuk gaan schrijven. En ik heb het ondertussen ook al in andere stukken toegepast, omdat het bij elkaar ook weer een soort experimenteerstadium is, zou ik dus gaan uitproberen voor het werk dat ik wil doen in muziektheater, waarbij ik met een beperkt aantal spelers wil werken. Zodat je die ook in het theatrale gebeuren kan betrekken, maar toch een grote toetienachtige klank kan maken. Ja, ja. Dus dat is ook nog een reden waarom. Als een soort voorbereiding. Ja, ja. Hey, in dit stuk, ik heb het maar één keer gehoord toen ik de zomer was geloof. Je gebruikt daar toch ook nog dat historische, romantische materiaal, hè? Of niet? Nee, dit is helemaal eigen materiaal. Oh, ja. Maar kennelijk slaat dat aan op wat ik daarvoor deed. Dus ik denk niet dat je een hele grote brug wordt. Nee. Tussen bijvoorbeeld het Grand Hotel en dit stuk. Nee. Maar er zit dus een paar tekjes na, maar er zit niet echt de citaat in. Nee. En kwam dat omdat je vond dat bij het Grand Hotel dat aspect was uitgeput, of wou je gewoon
een stuk maken waar je weer inderdaad zogenaamd eigen materiaal zou gebruiken. Ja, dus het werken met voorgevormd materiaal, dat heb ik altijd als plan om in een werktafel stuk te doen. Ja. En dat was met Van Belt klaar. Nee, nee. Ik ga nu even vragen of er nog een vraag is uit de zaal. Heeft iemand een vraag voor me? Zo op de telefoon. Paul Thorne, kan ik kijken? Ja. ik zie het al met liefst iemand die dringend om hem te weten van morgen voor. Nou, in ieder geval bedankt dan voor je informatie. Ja. En veel succes morgen. Ja, dankjewel. Oké, okay. Dag. Er zit nu nog een telefoon op het gesprek aan te komen. Michel. Er zit een theater in Nijmegen. Nog geen niet in OVV. Je moet daar. Ja, hij weet wat er wel. Michel, ben je met
Ja. Kan hij daar straks bellen? Ja, kan hij gewoon even ophouden? Nou ja, we zijn nogal op schedule met die kinderen hebben. Oh, ja. Maar ja, ik weet het van, ik kan zo even praten al. Zo? Ja, ja, dan ga ik van Michel. Ja, goed. Ja. Oh ja, dus de vraag die ik eigenlijk aan Michel stel, die gaat nu aan jou stellen. Ben jij aan het interview? Ja. Nee, jij bent gewoon mooi. Ja, maar ja. Dit is een live interview situatie. Oh, pardon, dat had ik nog niet geweten. Ik dacht dat het om 4 uur werd. Oh ja, dus vind je dat we moeten terugbellen? Ja, ik denk dat het een beter idee is. Oh. Om 4 uur? Dat vinden ze hier veel te laat. Ja. Hey Michel, het Huik. Ja, Huik. Hoi. Hoi. Hey, je zit hier met een hotline naar jou toe, hè? Ah. Bedankt dat je eventjes uit je visie bent gekomen. Ja, prettig juist. Ja. Hey, je hebt vanavond een voorstelling. Ik weet er helemaal niets van. Kan je... Ik ook nog niet. Oh. Hey, het is hetzelfde stuk wat we morgen ook doen. Ja. En er is hier in Nijmegen een soort... ja, repetitie, een soort openbare repetitie. Ja. En dan morgen dus zitten we er mooi. En dit is toch ook weer een stuk wat gebaseerd is op de handen, hè? Ja, het heet Handen Handelen. Ja. En het is een. Het is een. Ik heb een half jaar geleden een opdracht gekregen om voor een festival in Londen in september, aanstaande september, een stuk te maken voor kinderen in een opgeblazen ruimte. Een soort plastic gekleurruimte. En daar ben ik eigenlijk een soort voorstudies voor aan het maken. En op dat festival wat rond Louis Andriessen was georganiseerd in Den Haag, in de branding in afgelopen oktober, heb ik het voor het eerst gedaan. En daar, dat was heel erg leuk. Tenminste, ik vond het. Goed om te spelen voor het publiek waar nu gewoon ook kinderen in zaten. Dat geeft een totaal ander soort, voor mij in ieder geval, een ander soort sfeer in de zaal. Ja, ja, dus je bedoelt dat kinderen zijn onderdeel van het publiek, maar niet van jouw voorstelling? Nou, toen was het zo dat de kinderen waren uitgenodigd en er waren een paar gekomen, maar die zaten allemaal wel keurig naast hun ouders. En dat was, die waren toch een beetje stijf. Maar het grappige is dat je wel tijdens het concert hoorde ik ze. Reageren op bepaalde dingen, op dingen waar ik zelf ook wel op reageer, waar mensen eigenlijk anders nooit op reageren. En dat was, ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Ik deed een beetje aan de vroegere theaterdingen met Monique en zo denken. En het doorbrak opeens die ijzige stilte die er van een kant vaak is bij de concerten. Ja. Bij Gemorrie verwacht ik niet heel veel kinderen. En, daarom, ja, maar op de een of andere manier weten die weg te blijven of voelen ze zich niet uitgenodigd. Dat laat maar het laatste houden. En dus nou nemen ze zelf maar mee. Ja, moet je gewoon een intensieve kinderleden opzetten. Nou, ik zal het gewoon nemen, niet zo moeilijk is. Maar dus inderdaad, om daar zeker van te zijn dat het toch ook wat kinderen zijn, nemen we zelf kinderen mee. En een paar daarvan die hebben we nu vandaag ook al bij ons, want inderdaad, het stuk is
gemaakt denkend aan kinderen. Dus niet echt zo van, goh, hoe kun je nou een leuk kinderstuk maken met stomme tudeldeuntjes en weet je, dan krijg je dat als grote mensen kinderen gaan doen, dus volgens mij de meeste jeugdigen op dit moment ook geen brood ervan. Maar het is meer het idee van wat doe je als je aan kinderen denkt. En ik denk dat ik niet precies zou kunnen zeggen wat dat dan is. Wat je dan gaat denken of wat het verschil is in de muziek. Maar ik merk wel dat ik rustiger speel en simpeler speel. Dus misschien dat mijn toch tot nu toe vaak wel enigszins overladen composities eindelijk misschien wat dunner worden door alleen maar aan kinderen te denken. Maar als stimulans nemen we er ook een paar mee. En aan het eind van het stuk, sampling mijn eigen stem en ook van een aantal aanwezige kinderen. Dus in die zin is het eigenlijk de eigentijdse versie van Bezang Weer Jongling. Dat is natuurlijk een van de vroege stukken waarbij elektronica en kinderstemmen werden vermengd. En op de een of andere manier ben ik nogal met dat stuk bezig geweest. En dat komt via omweg terug, maar het mag geen citaten. Ja, ik ben benieuwd. Ja. En dan heel veel succes met je voorstelling. En we zien elkaar morgen dan. Ja, jullie ook veel plezier daar. Oké, bedankt. Goedenavond. Ja.